We zijn hier vandaag op open dag van Hogeschool Windesheim. Het belooft vandaag druk te worden, dus niet elke begeleider is beschikbaar om jou rond te leiden door de school. Daardoor is er vandaag dé oplossing gekomen, dat is de Windesheim Open Dag app. Die gaan we vandaag maar eens even testen. We gaan eens even kijken. De voorlichting vindt plaats in X236, 246, 250 en 252. Maar waar is dat eigenlijk? Nou, dat gaan we eens even zoeken. We gaan naar de voorlichting navigeren. Naar welk lokaal willen wij? X2.52 willen wij graag heen. Plan route. Kaart wordt geladen. Map container not found. Ja, nou hebben wij die navigatie net even getest. Die doet het niet. Hij hoort het wel te doen. Je drukt een lokaal in. En vervolgens geeft hij aan not found. En dan kom je nergens. Nou, dat kan komen omdat het de lokaal aangaven zijn hier met een letter en een punt. Dus dan zou je misschien iets anders moeten invoeren door de punt weg te laten of het lokaal anders in te voeren. Maar je zegt net ook, we zijn bewust van het probleem dat hij dus niet doet als er bijvoorbeeld een punt tussen staat. Dat heb ik geprobeerd. Is dat niet een beetje laat als vandaag de open dag is? Of is het ook bedoeld voor later? Ja, het is iets wat... het zijn beperkingen van een systeem. En de komende tijden gaan wij dat systeem herbouwen en verbeteren. Dus het is niet iets wat we 1, 2, 3 kunnen oplossen. Dat moet helaas op lange termijn. Maar goed, deze app is gemaakt niet alleen voor vandaag. Er zijn 4 of 5 open dagen per jaar. En op die manier willen we dus op de lange termijn gewoon steeds de app iets kunnen verbeteren door middel van updates.